Wel heel jong schudt het je mee. Ilke is nog maar 11, maar ze schiet al als een echte Lucky Luke. Sneller dan haar eigen schaduw. Dit is Ilse van den Akker. Ze is dus 11 jaar en schieten is haar lust en haar leven. Ilke heeft nooit getwijfeld welke sport ze zou gaan beoefenen. Waarom doe je niet gewoon ballet of zo? Nou, ik vind het niet leuk. Schieten geeft je meer concentratie. Je kan je beter concentreren op school. Het is ontspannend en het is ook spannend zelf. Ilke doet vandaag mee aan de Nederlandse kampioenschappen luchtdrukschieten. Ze is de jongste deelnemer. De finale gaat niet zoals ze gehoopt had. Ze neemt even pauze. Hoe gaat het? Ja, het gaat wel, maar ja, even ontspannen. Dan ga ik weer aan de slag. Ja, want ga je lekker? Score je goed? Nee, deze serie ging helemaal niet. 66 is veel te weinig voor mij. De spanning is nog wat te veel voor haar. Haar coach en haar vader zien het aan haar prestaties. Schiet ze anders dan normaal? Ja, heel anders. Met name de eerste serie, ze stond te stuiteren van de zenuwen. De camera op de achtergrond, die heeft de eerste serie helaas wat punten gekost. Een beetje onze schuld. Ja, dat kun je wel zeggen. Ja, duidelijk. Maar na een matige start begint ze dan toch steeds beter te schieten. Het is een andere baan wat je helemaal gewend bent. Dus ja, en het is eerst een K. Wij vinden dat je het heel goed hebt gedaan, hoor. Nou, dank u wel. Uiteindelijk wordt ze tweede. Ons advies aan